In het Parkinson Café, dat doen we één keer in de maand, doen we een creatieve middag voor mensen met Parkinson en hun, mensen die daarmee in aanraking komen om met elkaar in contact te komen. En ik wens jullie veel succes. Doe niets meer. Kijk nog niet. En ik geef het woord aan Gea. Ik geef al 18 jaar les, schilderles. En dus ik hoop dat het gezellig wordt. Ik ga alleen even iets uitleggen dat je weet wat kan ik doen, hoe moet ik het doen. Dus je neemt een kleur, doet dat op het bordje. En dan ga je met het rolletje daar zo overheen, dat de verf aan alle kanten zit. En dan kan je zo hier overheen rollen. Dan heb je hoofd vingertoppen smeren en maak je even met papier schoon. En dan heb je alle ruimte om te rollen. Dan kan die blijven liggen. Dan zit je niet onder de smurrie. Maar vaak, als je begint, dan weet je nog helemaal niet wat je moet maken. En je bent één keer bezig en dan zie je, hé, ik doe daar nog zo'n kleurtje tegenaan, dat is wel leuk, of zo'n kleurtje. En dan komt er vanzelf iets kleurrijks uit. Lukt het? Oh, dat gaat hartstikke goed. Perfect. Het is vandaag 8 juni en ik ben hier bij het Parkinson Café. We zijn allemaal heel gezellig aan het schilderen. We maken wat leuks. En dit is een meeting van de Parkinson gebeuren. En dit is gesponsord vandaag door de Rotary Club Staphorst Raceland. En ik ben gevraagd om dit een beetje te begeleiden. Smiddags doen we creatieve activiteit, zoals nu met schilderen. En de maand daarna doen we s'avonds een Parkinson Café en dat is meer informatief. En nu is het gezellig samen schilderen en met elkaar erover hebben wat het inhoudt als je Parkinson hebt onderwijl. En dat is de bedoeling van het café. Ja, gewoon het kleuren. De onder is het. Ja, die strepen weer. Die zijn allemaal ontzettend leuk geworden. We zijn begonnen met niks en met het schrik van, oh, wat moeten we nou maken? En nou, dit is de resultaat eruit gekomen. Ik vind het ongelooflijk. Gelukt is. Kun je het lukt het? Oh. Ja. Zo. Die is ook mooi, hè? De rode, de Herman Brood. Maar hij is mooi en kleurrijk en het gebaar. De volgende is weer heel anders. Ook heel mooi, hè?